Hey, een hele goede dag en mooi heen. En wat leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video. Aflevering 6 op Burgerlandkreis. Mooi mapje blijft dit hoor. Echt, ik heb net weer even een beetje rondgelopen en zo. En ik blijf dit zo'n mooie map vinden. Maar goed, laten we dus even verder gaan naar de game. Maar voor we verder gaan naar de game, even een kleine huishoudelijke mededeling. Ik ben best verkouden, dus sorry als ik af en toe een beetje snotterig klink. Kan er ook niks aan doen. Ik probeer het er natuurlijk in de editor wel zoveel mogelijk uit te knippen. Laten we wat gaan doen. Dit veld kan gemaaid worden. Dan is het de bedoeling dat ik hier even hooi van ga maken. Want ik moet nog hooibalen hebben voor de koeien natuurlijk. Misschien gaan we dan vandaag eindelijk iets met koeien doen. Ik schreeuw het al een paar afleveringen, maar... Ja, weet je. Het wordt nou toch wel een keertje tijd. En veldje nummer 25, die we dus de vorige keer hebben geschoffeld en ingezaaid. Oh, onkruid, gedeeltelijk. Hij geeft nog steeds aan schoffelen. Maar ja, dat klopt, want er zitten hier en daar zaten nog wel wat plekjes tussen volgens mij. Sommige plekjes die we er niet tussenuit kunnen halen. Maar goed, dat is dan maar zo. En dat andere veld dan wat we nog hebben. Dan gaan we naar deze, veldje nummer 6. Hoe ver is die met zijn groeifase? Oh, die is ook al mooi op pad. Oh, kijk, kan wat mooi. En 15 is ook al mooi ver heen. Misschien dat 15 de volgende keer al wel geoogst kan worden. Een paar mooie, van die mooie tramlines erin. Kijk, als ik nou hier eventjes zo bezoeken. Geen idee waar ik nou ben. Oh, wauw. Dit is trouwens een gave boerderij. Oh. Hé? Oh. Joh. Ik heb nog niet eens alle boerderijen gezien. Kun je nagaan. Er zit hier zoveel op deze map. Dat is echt onvoorstelbaar. We gaan even naar veldje 15. Ik ben even benieuwd hoe het erbij staat. Dan kunnen we dat gewoon even bekijken. Oh, 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 kijk dat zorgen mooi groen dan. En zo te zien zit die bemesting mooi op 91%. Maar 90, 92. Kijk, dat is toch fantastisch. Oh, wat ben ik er blij mee. Maar, we hebben nog een klein dingetje. De vorige keer hebben we dat niet gedaan. Ik heb wel heel even gauw gekeken. We hebben best wel wat eieren staan inmiddels. Hoeveel pillet? 340 kilogram is een 1400 eieren zitten er gewoon op één pallet, hè? En als we eens even gaan kijken naar de prijs. Moet je kijken. 3453. Het is niet helemaal maximaal. Ze kunnen net iets over de 4000 euro. Maar ja, dan moeten we weer wachten tot november. Dat gaan we niet doen. We zijn nu geld nodig. Want we staan in de min. Als ik nou eens eventjes ga kijken. Larry's prijsschommelingen. Als ik dan die locaties even ga markeren. Waar komen wij dan uit? Zullen we eens even kijken? Is dat weer het nieuwe dorp? Ja, dat is weer het nieuwe dorp. Nou, dan kunnen we daar een mooi stukje heen rijden. Maar dan pakken we eerst de snelle trekker. Dat mooie ding. Deze. Vind ik zo mooi. Dan moet dan even de pallet fork ervoor op. En dan moet ook de pallet fork en die arm. Die. Oh, laat ik hem even iets minder... Kijk. Ik vind het er nog steeds heel gek uitzien. Maar er was ook iemand die had er al gereageerd van... Joh, dan moet je even kijken naar een quickie huppeldepup ding. Zo. Omdat dit ook een ja, zo'n andere pallet fork was. Nou ja, weet je. Bijzaak. Of andere voorraden ten opzichte van de bevestigingspunt. Eens even kijken. Kunnen we dit zo allemaal meenemen in één keer? Ik denk het niet. Maar we kunnen het proberen. Als we deze pallet nou eventjes hierheen zetten. Kijk, zo zetten we die even een beetje recht. Ah, het zit erop. Daar gaat het om. Dan zet ik die weer daarop. En dan zet ik die derde zet ik dan weer hierop. Zou het al genoeg opleveren? Het is 1400 liter per... tenminste, 1400 liter per pallet. Dat zou dus wel mooi wat euro's moeten zijn. Ik denk niet dat we uit het rood komen. Maar goed, dan moeten we voor het laatste beetje nog maar even de lening erbij pakken. Ja, en dan zal die leningen zullen dan ooit wel een keer afbetaald gaan worden. Maar wanneer dat zou gaan zijn, dat weet ik niet. Ik vind het wel... ik vind het leuk om gewoon lekker eerlijk met centjes om te gaan. Maakt het net even wat spannender. Nou, wish me luck. Ga ik hiermee bij onze balenwagen komen? Want die andere balenwagen die hier staat, daar staan die zakken nu op. Kunstmest en voer. Of kunstmest en dit andere spul. Zaden. Dus die laten we staan. Dus we gaan deze op die andere balenwagen zetten, die naast het grasveld staat. Dat grasveld gaat er straks ook af. Dat wil ik straks ook eventjes gaan maaien. Nou, doen we hier eventjes overheen. Dat is een mooie van een pallet fork. Die kan omhoog. Oh, ging bijna te snel de bocht om. Ja, of we zeggen van we laten dit gewoon nog eventjes hier staan. En we gaan gewoon maaien. Dat gaan we doen. We gaan toch niet met drie pelletjes heen en weer rijden. Ik zet gewoon dit dan eventjes hier neer. Ja, of ik zet dat binnen neer. Binnen hebben we natuurlijk die... ja, dat is veel mooier. Dan zet ik het gewoon in de stelling. Vind ik niet eens een heel slecht idee. En welke stelling gaan we dan neerzetten? Die. Als dat wil natuurlijk.
Dan is 2 pallets te hoog, of 3 pallets te hoog. Dan zou het dus per 2 moeten. Wil ik hem wel een beetje tegen de zijkant aanzetten. Dat vind ik dan wel mooier. Als we dat vanuit de cockpit doen. Zit hij er mooi in zo? Oh, volgens mij liep dat best toe zo. Oh. Ik bedoel, het hoeft niet hierin gezet te worden. Maar goed, het is wel mooi hè. Kijk. Nou, dat is toch super. Nee, dan ga ik deze... Nou, dan zet ik de voorlader niet hier neer. Die moet natuurlijk wel weer in de kast. En de kastdeuren weer dicht. Zo, dan ga ik nou de maaiers aanbinden. Dan is het tijd om te gaan maaien en hooi te gaan maken. Oh, wat hebben we mooi weer. Het is wel koud. Het is op dit moment nog min 1 in de game. Maximaal 5 graden vandaag. En minimaal min 7. Dat is goed fris. Oh. Hier liggen nog mooie silagebalen. Nou, dat hebben we op zich qua silage hebben we nog wel wat. Nee, hebben we niet meer. Vind ik te bedenken. Moeten we ook nog maken. Ik denk dat wij in deze serie dit grasveldje regelmatig moeten maaien. Zo, kijk aan. Dit is mooi aangekoppeld zo. Ik vind dat best mooi zo, die eieren in die kast. Oh... Oeps. Ik jaag zo de hele jaren komt naar de kloon. Oh. Het is al vroeg, dus lekker een slokje koffie voor erbij. Altijd fijn. Moet je wel een juiste keelgat doen. Nou. En we zijn weer los en we gaan dit veld weer maaien. Dat is natuurlijk voor de hooi. Ja, aan de andere kant, we hebben nog best wel veel hooi. We kunnen hier ook wel silage van maken. Als dit veld gemaaid is, dan gaan we even kijken hoeveel hooi er in die hooisolder zit. Zit daar echt heel veel in, dan kunnen we beter hier silage van gaan maken. Of in een sipje opraapwagen en dan hup die silo in doen en het daar gaan persen. Ja, dit maaien is natuurlijk zo klaar. Het is een relatief klein veld. Dit veld is alweer gemaaid. Kun je nagaan hoe snel dat gaat, hè? Vooral als je ook zo'n groot veld hebt. Zo, maar eens in mijn uitzet. Ging net niet helemaal goed. Dus even kijken. Hebben wij nog opruimwagens in de winkel staan? Laadwagens. Oh, niet zo heel veel. Dus dat betekent dat ik nog heel even ga spitten in de modfolder, in de modmenu. En dan gaan we nog even een mooie laadwagen erin zetten. Zo, het is gelukt. Ik heb even wat laadwagens erin gezet. Dat heeft... Ja, weet je, ik vind dat standaard spul heb ik toch zoiets van, ja, leuk, maar nee. En het is te duur en ik vind het gewoon niet mooi. Kijk, dit is gewoon prachtig mooi spul. Dit is niet te groot. Hier kan net even wat meer in, dus ik denk dat we dan voor zoiets gaan. Die kost 4.500 euro. Nou, dat hebben we niet. Dus wat doen we dan? Dan gaan we even naar financieel en dan doen we even een leninkje erop. Gaan we een leninkje van 11.000 euro doen. Dan hebben we nog niet zo heel veel geld geleend. Dus dit is ook een beetje de max. Dat zal waarschijnlijk nog wel meer moeten gaan worden als we koeien willen gaan kopen. Maar dat zien we dan wel. Laadwagens, dan kopen wij gewoon deze Kroon Turbo de 3200. Er kan een heleboel in. Unfolded, folded. Nu kan er maar 13 kuub in. Kijk, hier kan 22 kuub in. Het additief doe ik er niet aan. Want dat is gewoon, ja weet je, dat additief is leuk. Maar ja, zo heel veel doet het niet. Ik doe hem groen. Kronenwiel, kroonkleur. Nou, dit kost extra geld. Nou, dit gaan we dus niet doen. Dan houden we hem zo. Dan hebben we hem nu gekocht. En gaan wij richting onze winkel. Nou ja, onze winkel. Gaan we richting de winkel. Inmiddels is het wel weer behoorlijk gaan sneeuwen. Dat is, ja, dat is wel een beetje hinderlijk. Maar gisteren sneeuwde het ook al. Nou ja, gisteren. Vorige aflevering. Kijk, we hebben in ieder geval een mooi dikke combine. Daar ben ik wel blij mee. Die hoeven we niet meer te kopen. Dus daar hoeven we geen hele vette lening meer voor af te sluiten. Nou, deze dreep naast. Zo. Nou, race ik dit even naar de winkel toe. Dan haal ik daar even een laadwagen op. En dan gaan we gewoon dit even... Ja, zorgen dat we dit in de pers kunnen douwen straks. Of in de sleuf. Zo, en we zijn aangekomen bij de winkel. Nou eens even kijken waar onze mooie nieuwe opraapwagen staat. Oh, wat een ding. Kijk hem staan. Ja, die kleur die vloekt wel een beetje bij deze trekker. Maar dat is natuurlijk bijzaak.
Ah, oh, kijk hem. Hier kunnen we wel een mooi silage mee maken. Dus, aankoppelen dat apparaat. Ik heb niet eens gekeken naar vermogens trouwens. Maar ik ging ervan uit dat de trekker het wel hebben kan. Volgens mij hebben laadwagens niet zo heel veel vermogen. Hier, 40 pk maar. Nou, prima. Daar zou deze trekker geen moeite mee moeten hebben. Zo. We moeten eens even kijken of we een grasveldje erbij kunnen krijgen. Want ik denk dat we uiteindelijk best wel veel nodig zijn qua gras. Want ja, als je met koeien bezig gaat, dan gaat dat vrij snel. Maar het is gelukkig ook al wel weer mooi weer geworden. Het is nog wel koud als je kan zien aan het gras en dergelijke meer. Maar koud is op zich niet zo erg. Kijk eens, hier is al zo'n mooi veldje. Het is gestopt met sneeuwen. Dat is natuurlijk wel fijn. Dan zetten we deze mengvoerwagen. Of mengvoerwagen. Wow. Oh, dat klinkt best heftig. Goed, deze die zetten we dan eventjes weg. Weg zo hier, deze hoek in zo. Hier zo, happakee. Die hebben we toch zometeen wel weer nodig. Dus die hoeft niet helemaal mooi weggezet te worden. Maar eerst moet er natuurlijk eventjes bij elkaar geharkt worden. En we zouden het natuurlijk ook kunnen wikkelen en balen kunnen maken. Is dat wel makkelijker om het mee te nemen. Maar weet je, we hebben toch die sleufsilo's. Ja, kan ik er beter ook gewoon gebruik van maken natuurlijk. Zo, huppakee. Zakken dat ding. Mooie zwaardes maken. Dan hoop ik dat ik die stukjes net even mee kan pikken. Die ene natuurlijk net niet. Dat is wel jammer. Als ik nou een beetje verstandig doe en ik ga het allemaal zo in één baan bij elkaar harken. Dan kan ik natuurlijk straks met die opraapwagen er ook in één keer mooi overheen racen. Waarschijnlijk gaat me dat niet lukken. Kijk maar, dit is een hoek dat is eigenlijk net te scherp. Maar ja, misschien dat het wil. Dit is op zich een mooie, heb ik een mooie bocht van gemaakt. Maar ja, dan gaan we hier even naar de overkant. Daar blijft een heel klein plukje liggen, dat is jammer. Dan doen we het gewoon een beetje bij elkaar. Gewoon een beetje op de beun manier bij elkaar. Een stukje verder. Kijk, dat ook eventjes mooi is. En dan even een stukje achteruit steken. Dan denk ik dat dit ook zo kan doen. Hier gewoon scherp omsturen. Misschien kan we net meepakken. Ja hoor. Maar dan weet ik niet of we dat met de laadwagen zo meteen scherp mee kunnen pakken. Denk het haast niet. Mocht iemand de tips hebben dat je zo'n veld mooi bij elkaar kan harken. Schroom niet. Zet het in de reacties wat je ideeën zijn. Want er zullen vast wel real life farmers hier als kijker bij zitten. En hoe pakken jullie dit op? Als je zo'n veld hebt met zo'n gekke vorm, hè? Hoe ga je dan te werk om het een beetje mooi bij elkaar te harken? Want het mooiste is natuurlijk gewoon lange banen heen en weer. Maar ja, weet je, dat wil bij deze niet, want er zit zo'n inham in. Nou denk ik overigens wel dat ik die inham er vroeg of laat wel uit ga halen. Maar kunnen we best doen trouwens. Dan ploegen we dat gewoon om en gewoon weg ermee. Ik bedoel, wat is daar de meerwaarde van? Maar schroom niet. Laat het even weten even in de reacties. En ja, dan kan ik er ook weer wat van opsteken uiteraard. Mooi, dat is klaar. Blijft mooi zo'n stukje harken. Dat is heel fijn om naar te kijken. Ik heb nog wel wat silages staan. Dus ik hoef op zich niet onmiddellijk die sleufsilo te gaan compacten. Dat kunnen we misschien in de volgende aflevering wel weer doen. Of misschien de daarvolgende aflevering. Dat weet ik nog niet. Als we in ieder geval eerst maar eens even het spul volgooien. Kiekes, het komt er al mooi in. Zou alles erin kunnen? Oh, dat ene plukje, dat pakt hij niet mee. Nou, dit gaat dus niet zo heel snel. Ik doe het oprapen even op een timelapse. Geniet van het muziekje, geniet van een timelapse. De mooie snelle beelden. En tot strakjes.
Zo, en zo te zien is hier toch behoorlijk wat gras vanaf gekomen. Daar ben ik echt heel blij mee. De eerste bak was 22.000 liter en deze is 12.000, maar laten we zeggen 13.000 liter. Dus een goede 35.000 liter, ietsje minder, kunnen wij aan silage maken. Dat is best wel veel, maar is dat ook genoeg? Ik ga in ieder geval de silo nog niet compacten slash afdekken. Want ik vind dat er eerst nog wel wat meer bij je mag. Er zit nog meer ruimte bij in. Dus we gaan nog even een keer een maaironde nog een keer over het veld heen doen straks. Morgen, overmorgen, wanneer het maar net in de game uitkomt. Deze laadwagen die doet wel heel langzaam aan lossen. Maar kun je het wel mooi doseren. Je hebt ook van die laadwagens, dat doe je los en bop, je hebt alles liggen. Kijk. Mooie bultjes. Mooie zwaardes hier in de... Oh, je mag op zich wel stoppen hoor. Ah, dan had hij nog echt nog een heel klein stukje wat er niet in kan. Nou ja, prima. Goed, de laadwagen die zetten we dan weer eventjes mooi in het schutje. En dat is, zit eens even te denken. Dit veldje, is die ook nog van ons? Nee, die is niet van ons. Oh, was dat een hele grote veld? Nee, grapje. Hier ligt nog een klein veldje. Of hier? Hier zo. Ja, maar dit is de moeite niet waard om te maaien. Dit is wel zo machtig weinig. Dat hoort ook bij het terrein zelf trouwens. Kijk, mooie kippies. Goed. Was even, weer eventjes helemaal afgeleid. Iets met ADD of zo. Of snel... lage concentratieboog. Maar dat zullen de meeste kijkers wel inmiddels... zullen de meeste mensen onder jullie wel doorhebben. Deze kan mooi hier aan deze kant staan. Ik vind het een mooie... een hele mooie laadwagen voor het geld, hoor. Meen ik oprecht. Zo. Kijk, parkeren we mooi daarheen zo. Ja, ik wou zeggen, wel afkoppelen. Dan moeten we dus even wachten of die een fase verder kan zijn. Maar dan ga ik eerst eens even de mengvoerwagen pakken. Want als we daar die erachter knopen... en we kunnen dus aan de gang met compleet gemengd ratsoen... dan denk ik dat het een mooi moment is om te gaan beginnen met koeien. Al zijn het eerst maar 10 koeien. Dat is toch al meer dan niks, dus dat zou wel heel erg leuk zijn. Er zit inmiddels al een klein beetje aan kaf in. Nou moet er nog een beetje hooi en stroben in. Nou, dat hebben we ook allebei. En dus even kijken hoeveel dat allemaal moet gaan zijn. Als ik deze eens eventjes inschakel. Moet ik wel even in de gaten houden dat het niet te hard gaat. Kijk, dit is een goede verhouding. En nou moet er dus nog stro bij in. Oh shit, en hij zit al bijna vol. Misschien zijn we toch iets te snel gegaan. Dan is één zo'n baal silage dus eigenlijk toch te veel. Maar hoe veel dat echt zou moeten zijn straks, dat gaan we nog achterkomen. Pakken we even de andere trekker. Dan zetten we daar de balenspies eventjes op. Kijk, even kijken, want daar had ik ook een voorlader mount op gezet. Hè? Ja, kijk. Dus deze zou daar ook op moeten kunnen. Heel fijn. Nou lag de balenspies in deze schuur bovenin. Zou het gewicht nodig zijn? Nee, we hebben maar één baal nodig. Ja, kijk. Ik wou al zeggen, het ging niet helemaal lekker. Oeh, er staat een huis achter mij hoor. Nou, als we deze eens even zo boven houden. Nou, dan zit hij alweer vol. Oké, dan ga ik deze eens even leeggooien in de koeienstal. Hebben we ook nog een keepside of wat dan ook? Nee, zo te zien niet. Maar volgens mij zit de keepside wel aan de rechterkant. Compleet gemengd ratsoen, overladen, starten. Oh, maar dit zou betekenen dat we zo meteen kunnen beginnen met koeien. Oh, hij gooit er aan die kant uit. Volgende keer dus even aan de andere kant inrijden. Kijk aan, dat is mooi. Die is leeg. Nou, draaien we hem eventjes om. Even voor zover als dat lukt. Oh, we kunnen die draai net pakken. Dat is goed. Zo, doen we nou weer eventjes uitschakelen. Nou, doen we nou even iets meer stro erbij in. Want je wilt eigenlijk zoveel mogelijk stro. Want dat is een bijproduct. En zo min mogelijk silage doen. Want silage kost heel veel tijd en werk om het te maken. Zo. We houden het eventjes bij deze, op deze manier. Kan die nou alweer uit? Laat die baal er maar op staan. Dat maakt niet uit. Oh, nee, wacht. Dat kan helemaal niet. Ik moet die... ik moet een silagebaal ophalen. En die staat nog aan het andere veld. Doe maar. Ja, kijk aan. Hij zat een beetje hoog op de spies. Dan halen we even een silagebaal op. En als die er dan in zit... Ah, mijn jongen, dan kunnen we aan de gang met koeien. Hoe cool is dat? Oeps. Er stond een stapel planken in de weg. Waarom ging die stapel planken niet aan de kant? Wat een stomme stapel planken.
Kun je die niet wegzetten? Volgens mij is dat gewoon een decoratiemiddel. Dus die kan, dat kan niet weg. Dat kan niet weg, hè. Allereerst even het plastic eraf halen. Kijk aan. Oh, zit ik vast aan mijn eigen balenspies. Dat is handig. Ja, hè hè. Oeh, kanonnen. Die is wel een beetje zwaar in het gewicht. Zie je dat? Achterkant komt ietsjes omhoog. En als ik nou rem... Ja, stoppie. Awesome. Dus niet te hard stoppen. Daar komt het op neer. Ja, weer die stapel met... En weer die stomme stapel met planken. Wie zette die planken daar ook neer? Oké, let's go. Oh, joh, oh, joh. Oh. Oh, dit maakt het wel heel spannend. Misschien is het verstandig. Oh nee, wacht. Ik kan hier het minuutje even open doen. Maar dan moet er nog hooi bij in. Oh, er zit veel te veel stro in. Er zit veel te veel stro in. Ik kan er nog wel een meer silage in stoppen. Kijk, dit is goed. En als ik nou naar de hooitrigger toe ga... Kijk, hij zit voor 63% voor ouder. Kan die hele baal er wel binnen, joh. Precies dat. Zo. En er zit nog een stro-trigger. Als ik dan het baaltje met stro daarin zet, gaat hij dan in die... Of moet dat met zo'n stroversnipperaar ding apparaat geval? Kijk, want daar staat een stro-trigger. En als ik nou eens even het triggermenu open... Ja, dat is wel hier. De trigger zit dus wel hier, maar dat moet dus blijkbaar wel met zo'n ander ding. Hoe heet zo'n ding? Zo'n... Ik kan er even niet opkomen hoe dat heet. Zo'n apparaat. Zo. Nou moet er nog een beetje hooi bij in. Nou, dat beetje kan op zich wel heel erg veel, denk ik dan. Beginnen met bijvullen. Kijk, nou hebben we een mooie mengverhouding. Zien we dat? Deze mengvoerwagen is ook echt groot genoeg voor op dit terrein. Maar wat kost dan als ik zo'n stroapparaat wil? Dieren. Waar staan dieren? Die kost 36.000 euro. Dat is wel een hoop geld. Deze kost 37.000 euro. Dat vind ik een beetje duur. Hé, nou kan ik hem niet lossen. Ik heb een goede verhouding. Oh, daar was die. Ik was dus blijkbaar net even wat te ver naar... vanuit nu gezien naar links toe. Hoe vol zit die nou dan? Ja, dat kunnen we nou natuurlijk niet zien... omdat we nog geen beest hebben. Hoppakee. En weer een mooie bak erin. Hoe lijkt dit, jongens? Oh, prachtig. Maar volgens mij kan er wel meer in. Of zullen we gewoon eens eerst even wat koeien erin zetten? Hier hebben we dat dierenmenu. Kijk eens. 1100 euro. Bah. Dan moeten we weer geld gaan lenen, denk ik. Ja, alhoewel. Ja, we gaan weer een beetje geld erbij lenen. We zitten nog maar op een lening van 15.000 euro. Dus dat valt op zich nog mee. In theorie kunnen we dat redelijk snel terugverdienen. Holstein, daar doen we er even 10 van. Juist, die hebben we gekocht. En dan kalfjes. Dat is natuurlijk ook leuk, hè? Die zijn niet zo duur. Zo. En moeten we dan ook nog even een stier erbij, hè? Nou, die zit er dus niet bij. Ik had in een andere serie stond er op een gegeven moment bol. Dus ik denk, ah, mooie serie. Ach, en kijk dan. Oh, wat mooi. Oh, maar ze lopen natuurlijk ook buiten. Kijk eens. Kijk eens. En nou kunnen we ook zien hoeveel er nou in zit. Haha. Maar er moet nog wat hooi en er moet nog wat gras bij. Ja, gras heb ik net gemaakt. Maar we kunnen hem wel gewoon vol doen. Dan maken we nog even zo'n bakkie. Gelijk even een beetje hooi erbij in. Dat was te veel. Ik kon zo gauw de dinges niet vinden. Doe een beetje lossen. Dan zorgen dat we 5000 liter aan hooi erin hebben zitten. Ongeveer. Zoiets. Zo, zetten we de mengvoerwagen aan. Kijk, er moet een beetje stro erbij in. 40%. Dus laten we zeggen dat als deze op 20% zit, dan is het goed. Ongeveer. Denk ik, hè, in theorie. Kijk, dit gaat zo mooi. Precies 20%. Dat is netjes. Dan zetten we deze baal hier weer neer. Die hebben we nou niet meer nodig. Dan gaan we nou een silagebaal ophalen.
En weer die stapel met planken in de weg. Potverdorie nog aan toe. Zo, kijk, en dan hebben we dit baaltje er ook bij. Dan doen we dit baaltje nog binnen. En in theorie zou die dan goed moeten zijn. Kijk, is nou nog een beetje aan de lage kant. Komt al gauw omhoog. Oh, kijk eens. Alles zit groen. Dat is fijn. Maar dat is op zich ook wel weer genoeg, denk ik dan. Nee, we doen deze baal er gewoon helemaal bij in. Oh, wacht. Hij is vol. Maar dat is op zich niet erg. Dan zetten we deze gewoon hier eventjes neer. Want we zullen waarschijnlijk binnenkort toch wel weer bezig moeten. Zo, die daar mooi heen. Ja, hij is vol. Kijk, dat is perfect. Dus weer naar de koeien toe. En dan moeten we eigenlijk ook even zo'n stro-ding huren, hè? Want dan hebben we ook vaste mest. Dat is wel even een ding. Maar als we die gaan huren dan, hè? Kijk, want dat is een beetje het ding. Ik wil koeien natuurlijk met dat vaste mest. Want op het moment dat wij dat vaste mest hebben, dan scheelt het ons weer kunstmest aanschaf. En dan hebben we natuurlijk heel wat zakjes nu van. Maar dat kan weer in de zaaimachine. Dus dat komt ook wel weer op. Silopers, kijk, daar hebben we ook nog allemaal spul van. Dit is allemaal standaard trouwens. Ik heb daar niet heel veel mods van gehaald. Dieren. Wat is makkelijker? Deze hier gaat maar één of, ja, hij zegt twee balen, maar die is wel goed. Ja, het gaat om €500. Als ik hem huur, dan kost hij €1800. Nou, is te overzien, dus die ga ik even huren. Zetten we deze gewoon hier neer, want hij is toch nog niet helemaal leeg. Oh, potverdorie. Dat kan helemaal niet. Er kan helemaal geen stroom meer binnen, want hij is vol. Och, jongens. Oh, wacht, nee, stroom, daar staat er los van. Dat is alleen hooi en gras. Ah, we gaan hem gewoon ophalen. Dus ik race even naar de winkel toe. Tot zometeen. Kijk, daar staat onze mooie stro-versnipperaar, stro-spreider, stro-ding. Nou, we hebben onze stro-versnipperaar, spreider, stro-ding-apparaat gepal opgehaald. Hoe heet zo'n ding nou, jongens? Is dat nou een stro-snipperaar, stro-spuit, stro... Wat? Kijk, kunnen we deze mooi hier neerzetten? En dan pakken we die baal, die zetten we dan eventjes hier neer en leggen we er even een nieuwe stro-baal in. Deze stroobal die hier nu op dit moment ligt, die is mooi voor, nou ja, voor een volgende actie. Maar ik hem er wel goed op zetten, jongens. Niet dat ik hem weer zo half erop prik. In theorie zou ik hem er zo in kunnen doen. Nou, die ligt er wel mooi in, dacht ik zo. Eens even kijken, als ik nou slim ben. Want ik ga waarschijnlijk nu wel best wel veel bezig daar, hoor. Dan laat ik de spies er even op zetten. En zet ik deze even achteruit hier erin. En dan kan ik hem mooi makkelijk de volgende keer weer pakken als we bezig gaan met stro of voeren dergelijke moeten maken. Dan staat hij in ieder geval onder het dak. En dat vind ik even belangrijk. In theorie ga ik dus hierheen. Maar ik denk niet dat ik klaar ben trouwens met één strobaal. Ja, joh. Oh, het is al vol dus. Ja, oké, so dat werkt dus wel zo. Nou, dan laten we deze ook eventjes hier staan, althans. Ja, dan laten we deze combinatie gewoon eventjes hier staan. Dan gaan we de volgende keer, dan gaan we de nacht weer door. En dan hebben ze natuurlijk weer wat ruimte voor het stro. Voor nu wil ik jullie weer enorm bedanken voor het kijken naar deze video. En vond je het leuk, doe even die duim erop. Ben je niet geabonneerd, wil ik je vragen om nog even te abonneren. En dan zou ik zeggen, tot de volgende keer. Mooi!